Welkom in de Hap. Vrijduiken is een van mijn grootste passies op dit moment. En dat is zo omdat het heel veel zaken samenbrengt die heel belangrijk zijn voor mij. Ik vind het ongelooflijk leuk om in en onder water te bewegen. Dat was al zo toen ik net geboren was, denk ik. En daarnaast ben ik gepassioneerd door de kracht van ons bewustzijn en wat je met bewustzijn en gewaarzijn kunt doen. En dat gekoppeld aan je lichaam. En in vrijduiken gaan we dat eigenlijk allemaal samenbrengen. En er is de adem en de oceaan die we gebruiken om lichaam en geest in balans te brengen. En samen te laten werken, zodat je bij een fantastische ervaring komt. En dat is net wat er mij gelukkig maakt en mijn leven vervullend maakt. Dat is als lichaam en geest samen beginnen te werken en die diepere ontspanning komt. Dat is wat me werkelijk blij maakt. Misschien kan ik even kort schetsen wat er gebeurt als ik onder water ga. Dus eerst en vooral wordt er gezorgd voor de veiligheid. We werken aan een boei, met een lijn, een daallijn. Er is een buddy die zorgt voor de veiligheid. Ik ben ook verbonden met die daallijn, met een lanyard, waardoor ik me helemaal geen zorgen meer hoef te maken. De omgeving is veilig, mijn veiligheid is helemaal oké. Dus ik mag en kan helemaal ontspannen. En vanaf dat moment ga ik me helemaal focussen op ontspanning. En ik ga daarbij mijn ademhaling gebruiken om dat te doen. En ik gebruik zeer eenvoudige technieken. Gewoon rustige buikademhaling en mijn lichaam helemaal scannen. Daarna doe ik een specifieke opbouw van een aantal ademhalingen om mij helemaal voor te bereiden om naar beneden te kunnen gaan. Dus van zodra ik mijn laatste adem toe heb genomen, doe ik een ene duik of trek ik me naar beneden langs het touw en heel langzaam ga ik op weg naar beneden, tot ik op een bepaald moment helemaal vanzelf naar beneden gezogen word, als het ware. En dat is het moment waarop je zwaarder wordt en de oceaan je uitnodigt om dieper te zakken. En mijn enige job op dat moment is om met mijn aandacht in mijn lichaam te blijven. En vooral niet te veel aandacht te schenken aan allerlei gedachten die mijn mind kan opwerpen. Ja, want er komen dan gedachten als van, is dit niet gevaarlijk? Of hoe ver ben ik en hoe ver is het nog tot aan de bodem of tot aan het balletje op het einde van de touw? Ga ik terug boven geraken? Er kan van alles gebeuren. Ga ik mijn oren kunnen klaren? En zo verder. Dus eigenlijk gaat het erom dat ik tijdens de duik zoveel mogelijk probeer om lichaam en geest te laten samenwerken en dat allemaal te managen. En dat is ook een van de grote benefits. Want als je dat kan managen onder water, dan weet je zeker dat het werkt. Want boven water kan je jezelf nog altijd wijs maken dat je heel erg ontspannen bent, dat je nergens geen zorgen in maakt, dat je geest leeg is. Maar als je geest niet leeg is en je lichaam is niet ontspannen en je gaat onder water, dan zal het water, de oceaan, je heel duidelijk tonen waar die spanning zit en zal voor stress zorgen en heel veel druk in je lichaam. Terwijl je helemaal ontspant, water drukt op water, mijn lichaam bestaat voor het grootste deel uit water, dan is alles oké. Bovendien heb ik de natuur mee. Daar ga ik straks nog iets meer over vertellen, maar we zijn allemaal zoogdieren en we hebben allemaal een duikreflex. En die ondersteunt die ontspanning en het tot rust brengen van de geest. Dus ik zak dieper naar beneden, meer en meer ontspannen. Tot ik op een bepaald punt kom en op het einde van de lijn ben aan het balletje en dan laat ik mijn lichaam omkeren. En dan, nadat ik een paar seconden heb genoten op die diepte, keer ik terug naar boven. Eerst langzaam en dan hoe lichter ik word, hoe sneller ik naar de oppervlakte kan bewegen. Tot ik op een bepaald moment, als het ware door de oceaan zelf opgetild word. Zonder dat ik nog moeite hoef te doen, glijd ik naar boven, kom ik boven, verse adem terug. En is het tijd om na te genieten van alle effecten die mijn lichaam heeft ondergaan onder water. De grote valkuil van vrijduiken is dezelfde valkuil als die waarin we leven in de wereld. Het is een grote uitdaging om niet te ver, niet te diep, niet te lang te willen. Want die cijfers, die diepte, die afstand, die tijd, die kunnen heel belangrijk worden. Net omdat we dat ook gewoon zijn. In de wereld wordt alles gemeten.
onze status, hoe goed het gaat met mij, wordt gemeten aan allerlei uiterlijkheden. Welke auto heb ik? In welk huis woon ik? Welke kleren draag ik? Hoeveel verdien ik? Hoeveel klanten heb ik? Welke sportprestaties kan ik neerzetten? Hoe ver kan ik duiken? Hoe diep kan ik duiken? En de wereld lijkt ons ook te beloven dat hoe meer we verzamelen, hoe meer we consumeren, hoe meer we hebben, hoe gelukkiger we zullen worden. Die volgende iPhone, die volgende auto, het volgende lief. Het lijkt ons allemaal heel gelukkig te gaan maken, maar de ervaring leert dat dat zelden helemaal waar is. Want je wordt niet gelukkig van uiterlijkheden. Je wordt niet gelukkig van wat je verwerft. Je wordt gelukkig van hoe je je voelt binnen jezelf. Hoe de ervaring is. En als we iets nieuws krijgen, of we ontmoeten iemand en dat is allemaal heel leuk, dan is het net die ervaring binnenin die ons die voor opwinding zorgt, die voor blijdschap zorgt. Maar je kan die blijdschap, die innerlijke vreugde, kan je op een meer permanente basis leren ontwikkelen. Net door lichaam en geest in balans te brengen. En dat is wat mij betreft het grootste geschenk van vrijduiken. Dat is ook de reden waarom ik graag anderen uitnodig om in diezelfde ervaring te komen. Alleen is het jammer genoeg zo dat heel vaak als mensen starten met vrijduiken, ze heel snel verloren lopen in het spel van de nummers. Hoe ver kan ik? Hoe lang kan ik? Dat is ook altijd weer de eerste vraag die je krijgt. Ah, je bent vrijduiker. Je duikt op één ademteug. Hoe diep ga je? Hoe lang kan je je adem ophouden? En ik krijg nooit of zelden de vraag van, hoe voelt dat eigenlijk om zonder adem onder water te bewegen? En wat is jouw ervaring dan? En waarom doe je dat? Terwijl het eigenlijk net om dat laatste gaat. Om die ervaring, om dat subtiele gevoel binnen in jezelf, wat er allemaal verandert als je je overgeeft aan de natuur van ons lichaam. En want zoals ik zei, we zijn allemaal zoogdieren. Na de conceptie ontwikkelen we in de baarmoeder van onze moeder. In water, onder water, zonder adem te halen. We zijn verbonden met de navelstreng in onze buik en dat voedt ons, terwijl we onder water leven en ontwikkelen. En daarnaast houden we daaraan over dat we de mammalian dive reflex, of de duikreflex hebben, die helpt om hartslag naar beneden te halen en ervoor te zorgen dat het bloed vooral stroomt naar de vitale organen. Zodat we eigenlijk vanzelf makkelijker en langer onze adem kunnen ophouden en makkelijker en langer kunnen overleven in wat een vijandige omgeving lijkt onder water. Dus het is een mooie metafoor, vind ik, voor als je je terug verbindt met de natuur, en jij en ik vormen een onderdeel van die natuur, als je daarmee terug verbindt en ontspant, want dat is de kunst, je gaat er je aandacht op vestigen en gewoon observeren wat er gebeurt in je lichaam. Je mind hou je rustig door je aandacht in je lichaam te houden. Dan werkt de natuur voor jou en dan is het eigenlijk niet meer jij die de duik doet. Het is niet meer jij die het leven laat werken, maar het is het leven die voor jou werkt. Het is de natuur die voor jou werkt. En dat is enorm vervullend. Dat geeft een heel fijn gevoel bij iedereen. Daarom wil ik eigenlijk zoveel mogelijk mensen uitnodigen om deel te nemen en het vrijduiken te proberen. En dat kan eigenlijk al op een heel eenvoudige manier. Af en toe geef ik workshops waarbij ik mensen gewoon in een zwembad, niet diep, laat ontspannen in water, aan de oppervlakte eerst en dan eventueel een beetje onder water, om te voelen wat het effect is van water, om te voelen wat er gebeurt als je ontspant in de omgeving water, in de omgeving van water, in het water, onder water. En de volgende stap is dan natuurlijk dat je leert om afstanden te zwemmen, je adem op te houden, dieper te gaan. Maar dat zijn eigenlijk maar aanvullingen. En die technieken kan iedereen leren. Maar wat er belangrijker is, is dat je leert om met je gewaarzijn te werken, met je bewustzijn te werken, om naar die ervaring te gaan. Naar die wonderbaarlijke ervaring van wat de natuur met jou doet als je onder water gaat.
En het effect is blijvend. Het effect is ook merkbaar in de rest van je leven. En dat is het mooie ervan, dat je een mooie ervaring hebt in en onder water en dat je dat kan meenemen in je dagelijkse leven. Zodat je op een heel andere manier begint te kijken en meer vertrouwen krijgt in de natuur die ook in jou werkt. En minder afhankelijk wordt van alles wat de wereld je voorspiegelt. Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren. Als je vragen hebt, dan hoor ik het graag. En hopelijk tot ziens onder water.